Leuk dat je kijkt naar deze uitzending van de Protestantse Kerk en van Vakaar. Normaal gesproken komen we samen op de jaarlijkse Vakarendag. Dit jaar doen we het online. We bieden je 5 uitzendingen met gesprekken met inspirerende gasten. Meditatieve oefeningen om zelf te doen om zo de christelijke spiritualiteit en meditatie je eigen te maken. In deze eerste aflevering zal het gaan over meditatief leven, over Vakaren. En Vakaren betekent vrij zijn voor jezelf, vrij zijn voor de ander en vrij zijn voor God. Ik zal spreken met Egbert van der Stouw. Egbert is verbindend specialist, monastieke kerk zijn van de Protestantse Kerk en is betrokken bij Vakaren. Daarnaast zal Alberte van Es, die jarenlang ervaring heeft met het geven van mediteren en predikant is in Groningen, ons begeleiden in een meditatie om meer vrij te worden in je bestaan. Ik zit hier met Egbert van der Stouw. Egbert, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent en dat we met je in gesprek kunnen gaan over meditatief leven. Jij bent specialist monastiek van de Protestantse Kerk. Klopt, ja. Monastiek, dat klinkt vrij katholiek. Jij bent protestants vanuit je achtergrond. Hoe komt een protestantse jongen bij het monastieke? Ja, dat is intrigerend, ook een intrigerende vraag. En eigenlijk ook wel een heel lang verhaal, maar ik zal proberen het een beetje kort te houden. Maar het begint eigenlijk toch wel een beetje bij waar mijn wortels liggen, mijn kerkelijke wortels. En die liggen in de gereformeerde orthodoxie, zou je kunnen zeggen. De bevindelijke traditie binnen de protestantse geloofsgemeenschap. De gereformeerde gemeente, daar was mijn vader lid van. En daar ben ik ook in gedoopt. Mijn moeder was hervormd. Maar die traditie die kenmerkt zich door een bepaalde manier van geloofsbeleving. Dat heeft te maken met dat woord bevindelijk. Waarbij geloven ook heeft te maken met je hart. Geloven met het hart, niet alleen met je ratio en... Dus een soort mystieke dimensie in dat geloof. En dat herken ik bij wel mijn ouders, maar ook bij mijn grootouders, hoe zij daarmee omgingen, in het leven stonden. En dat heeft mij ook wel gevormd. Hè? En daar ligt voor mij ook een verbinding met het monastieke, het mystieke geloven met je hart. Dat heb ik later, op latere leeftijd, ook ontdekt als iets wat bij de monastieke traditie hoort. Dus daar vond ik ook een zekere herkenning. Want wat is de verbinding tussen die bevindelijke spiritualiteit van je ouders en je grootouders en het mystieke? Waar zitten de overeenkomsten in? Nou, het mystieke heeft te maken dat het ook gaat om geloofservaringen die diep gaan in je leven. Om maar één voorbeeld te geven, mijn vader heeft op een gegeven moment, mijn opa die heeft een biografie over zijn eigen leven geschreven, een soort levensverhaal opgetekend. En mijn vader heeft dat later uitgegeven, bewerkt voor zijn familie, neven en nichten. En toen ik dat las, dat was heel intrigerend. Mijn opa die heeft best wel een moeilijk leven gehad. Zijn vrouw is jong overleden, hij had een groot gezin. En die kwam ook af en toe echt in een geloofscrisis terecht. En hij schrijft daar heel open over en hoe hij dan met God communiceerde. En wat er gebeurde soms, hè, de ervaringen die hij onderweg opdeed, want hij trok het land door met bijbels en weet ik wat. Nou, hij had allerlei soorten werk, maar dat was een van de dingen die hij deed. De ontmoetingen met mensen. Daarin ligt toch iets op van hoe God op een soort verborgen manier werkt. En daar zit voor mij die verbinding in met het mystieke. God die in het verborgene werkzaam is. Dat inspireerde jou, de... Nou, dat heeft me in ieder geval mede gevormd, zeg maar. Wat mij ook gevormd heeft, is dat met name via mijn vader, die op latere leeftijd nog predikant is geworden, op zijn 60ste zelfs.
Maar die heeft altijd een hele open houding gehad ten opzichte van andere geloofstradities. Om ook weer een voorbeeld te geven, hij organiseerde reizen naar de voormalige Sovjet-Unie. Waarbij hij vooral geïnteresseerd was in de Oosters-Orthodoxe kerktraditie. Nou, die openheid, dat heeft voor andere manieren van geloven. Die ecumenische houding zou je haast kunnen zeggen, dat is mij ook wel een beetje met de paplepel ingegoten. En ook dat verbindt me wel met het monastieke, want ik zie datzelfde in de monastieke traditie. Die is wel, heeft een hele eigen kleur en smaak, maar die is heel open. Nou ja, daar vond ik ook die herkenning. En hoe geef je dat in je eigen leven vorm? Kan je daar voorbeelden van noemen, hoe je die monastieke spiritualiteit, waarbij de link ligt met je wortels, ja. In de bevindelijkheid. Hoe geef je dat in je eigen leven vorm? Nou, op verschillende manieren. Er zijn ook verschillende ervaringen die mij daarin gevormd hebben. Om een paar te noemen. Op een gegeven moment raakte ik een keer met een vriend op vakantie verzeild in Terzee. En dat was mijn eerste ontmoeting met Terzee. En dat raakte mij diep wat ik daar aantrof. Al die jonge mensen. Het was ook midden in de zomervakantie. De stilte daar, het verstilde gebed, de zang. En ja, die ervaring is gevolgd door vele anderen in kloosters, maar ook bijvoorbeeld een reis naar Schotland die ik maakte in het jaar dat mijn vader overleed. Toen heb ik onder andere Iona bezocht, ben ik een week in retraite geweest. Dat is een heel ander soort monastieke variant, zeg maar, dan die van Terzee. Wat robuuster, wat geaarder ook voor mijn gevoel. Beide spreken me erg aan, hè, beide tradities. Maar ook een jonge traditie, gevormd ook in de 20e eeuw. Wel geënt op hele oude Keltische wortels. Dus daar heb ik ook een tijd mee bezig gehouden. Onder andere binnen de Nederlandse Iona groep en regionale groepen. En een boekje wat daarover verscheen, waar ik in aan meeschreef. Maar er zijn meer ervaringen. Bijvoorbeeld, ik ben ook een tijd lang nauw betrokken geweest bij retraitecentrum De Spil. Ik weet niet of je het kent, maar het is een retraitecentrum in het midden van het land. Nu gehuisvest, ooit opgericht door Victor van Heusden. En in de jaren 90, eigenlijk ook weer naar aanleiding van een ervaring die hij toen nog werkzaam bij Youth for Christ had in Terzee met jongeren. Nou, daar is een retraitecentrum uit voortgekomen. Dat is na de pensionering van Victor naar Maarsen getrokken. En toen ben ik daar nauw bij betrokken geraakt. En een tijdje ook medecoördinator geweest. Retraites begeleid. En ook gezien wat retraite kan doen. Met name komen in De Spil veel jonge mensen. Tussen 30ers, 40ers. En die komen daar niet voor niks. En dat was ook mijn eigen ervaring zo van, ja, retraite, maar ook kloosters, andere plekken zijn ook een soort oplaadcentra voor de ziel. Ja, maar wat zie je gaandeweg zo, hè? Want de mensen zitten dan een weekend of een week. Klopt, ja. Wat zie je gaandeweg zo'n weekend of zo'n week met mensen gebeuren? Nou, als mensen binnenkomen, dan is het natuurlijk voor sommigen nog onwennig. Hè? Je moet een beetje je plek vinden. Maar wat je gaandeweg ziet, is dat er een soort verdieping en verstilling plaatsvindt in mensen zelf. Wat daar een belangrijke rol in speelt, zijn bijvoorbeeld de getijdengebeden. We zitten hier in Nieuw-Heidepark. Hè? We zitten hier in de kapel zelfs van Nieuw-Heidepark. De binnenkamer, dat is een initiatief binnen de protestantse kerk rond het getijdengebed, wat hier ook dagelijks plaatsvindt en wordt uitgezonden. Het getijdengebed is ook bij De Spil belangrijk, 3 keer per dag, 1,5 uur. En je merkt dat mensen vooral in die kapel worden geraakt. Dat is eigenlijk een beetje het hart van de retraite. En wat daar gebeurt, dat is ook weer haast mystiek, want dat is niet iets wat je kunt organiseren. Je kunt het faciliteren, de viering en alle symbolen die er staan. Maar uiteindelijk gebeurt daar iets wat vrij ongrijpbaar is en wat mensen toch duiden als van, ja, daar gebeurt wat met mezelf. Mensen zijn soms echt diep geraakt tot tranen toe, zeg maar, omdat dat ze in één keer een ander perspectief soms op hun leven krijgen, of op God, of op... En dat,
ik vond dat mooi om mee te maken als begeleider, maar ik heb dat ook zelf vaak ervaren, dat wat er dan gebeurt. En daar helpen ook allerlei oefeningen bij die je kunt doen, meditatieve oefeningen of creatieve werkvormen of wandelen in de natuur of gewoon maar een boek lezen. Ja. Maar zo'n getijdengebed heeft ook een hele krachtige werking, is mijn ervaring. Ja. En je bent, we kennen elkaar, je bent een tijd ziek geweest. Kan jij vertellen, je noemt deze ervaringen bij getijdengebeden, de ervaring van opgenomen te zijn in iets groters, wat mensen God noemen, dat mensen geraakt worden. Kun je zeggen hoe die periode voor jou is geweest in verhouding en verbondenheid met die monastieke spiritualiteit waar je het over hebt? Ja, ik wilde wel wat over zeggen. Die periode van ziek zijn begon eigenlijk in december vorig jaar. Toen ik naar het ziekenhuis ging eigenlijk voor iets, op het eerste gezicht leek onschuldig. Maar het bleek toch wat ernstiger te zijn bij nader inzien. Een vorm van lymfeklierkanker. Gelukkig wel een milde vorm uiteindelijk bleek dat. En ook goed te behandelen. En uiteindelijk is dat hele traject ook wel goed afgesloten. Maar wat er gebeurde is eigenlijk al heel bijzonder op de dag van dat ik van de huisarts een telefoontje kreeg. Nou, het ziekenhuis maakt zich ongerust, je moet je melden bij de oncoloog. Toen had ik een afspraak in een klooster, ja heel apart, in klooster Nieuw-Sion. En vanuit de Protestantse kerk hebben we ook een tijdje meegewerkt aan het kloosterfestival wat daar jaarlijks plaatsvindt. En dat wilden we evalueren, hoe gaan we verder met elkaar. En die afspraak was toevallig die middag. Dus ik werd gebeld en een uur later moest ik weg. En ik zei tegen mijn vrouw, nou, ik moet daar toch echt heen, want het is wel belangrijk. Maar het was natuurlijk een hele aparte manier om daar naartoe te gaan. En dit in je achterhoofd. En dan een gesprek aan te gaan. En halverwege dat gesprek zei ik, ja, ik moet even naar het toilet. Maar dus iemand zei, hier heb je de sleutel van het klooster. We zaten niet in het klooster zelf. Je weet de weg. Ik zei, ja, die weet ik. En dat klooster heeft een gastenverblijf. En daar kom je door een druivengang. Een overdekte binnen druivengang waar je doorheen loopt. En ik liep terug door die druivengang. En in mijn ooghoek zie ik op een tafel een steen liggen. En een steen met een tekst erop. En ik denk, hè? En ik loop weer terug en daar staat op vrees niet. En het meest bijzondere was, die steen had ik daar zelf 4 maanden daarvoor neergelegd. En die steen had ik ook zelf beschilderd. Ik was op het kloosterfestival en nam deel aan een workshop, Sporen van God in je leven. En ik ben een keer eerder, toen ik jong was, ernstig ziek geweest. En nou, dat is ook een bijzondere ervaring geweest, en hoe God daarbij was. En ik had die 2 woorden op die steen geschilderd, vrees niet, want die herinnerde mij aan die ervaring. En die had ik achtergelaten in die druivengang om toevallige passanten te bemoedigen. Ik had er nooit meer aan gedacht. En dit waren de eerste woorden die tot mij kwamen na dat bericht, wat toch wel als een soort donkere wolk boven mij hing. Ach, ja. En ik moet je zeggen, die woorden hebben mij ook echt gedragen in die periode van onderzoek, onzekerheid, wachten op uitslagen, behandeling. En dat is ten diepste, denk ik, toch wel waar die verbinding ligt tussen, zeg maar, je gedragen weten, ja. En mijn periode van ziek zijn. En ook het vertrouwen wat ik had in dat wat er ook zou gebeuren, dat het goed was. Ja. Dus ik wist natuurlijk niet van tevoren dat ik weer beter zou worden of dat de behandeling zou aanslaan. Nee. Wat gelukkig wel gebeurd is, maar ik werd toch gedragen en ik ben ook niet in paniek geweest. En het is niet iets een soort, kijk eens hoe flink ik ben. Maar meer dat ik ook daaraan heb ervaren van, God is erbij. Ja. Dat je gedragen weten. Ja. 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 Dat doet me ook denken aan een tekst die op het graf van mijn vader staat. Een lied van Dietrich Bonhoeffer. Overigens voor mij ook een hele belangrijke inspiratiebron als het gaat ook om monastiek. Hè? Een protestant die ook heel veel met het monastieke had. Maar dat is een lied, het nieuwjaarslied wat hij ooit schreef, waar een regel in zit, in goede macht en liefderijk geborgen. En dat staat op het graf van mijn vader. Ja.
En ja, dat was ook de ervaring die ik had in die periode van ziek zijn. Het rare was natuurlijk dat kort daarna, of het, eigenlijk in diezelfde periode, begon corona. Dus toen werden we collectief, zeg maar, ziek. We werden onderdeel van iets veel groters, wat we ook niet in de greep hadden. Hè. Die ziekte overkwam mij en dat was iets waar ik geen grip op had. Ja. Corona was natuurlijk iets veel groters nog, wat ons collectief in de greep had. Ja. En ik moet ook zeggen dat ook juist die periode, hoe gek het misschien ook klinkt, want we waren gedwongen om thuis te werken, om het levenstempo te vertragen. Ja. Dat heeft mij juist heel erg geholpen. Ook wel in een stuk verwerking van wat er gebeurd was. Maar ook omdat ik de tijd meer had om bijvoorbeeld te gaan wandelen, in de natuur te zijn, ja, na te denken. Het heeft jou persoonlijk geholpen om met je ziekte, om daarmee om te gaan. Ja, dat is zeker. Ja, en ook de corona zelf, hè? Dus met situatie om te gaan. Dus om ook daarin te beseffen van, ja, oké, dit gebeurt en dit en toch zijn wij ook hierin, worden we hierin gedragen. Dat wil niet zeggen dat het niet ernstig is of dat het niet heel veel implicaties heeft voor heel veel mensen. Ja. Het klinkt alsof daar heel veel, ook heel veel berusting in zit. Nou, berusting klinkt met passief. Berusting is iets van, nou ja, je legt je neer bij de dingen. En het heeft voor mij meer te maken met vertrouwen. Ja. Dat woord vind ik er iets beter bij passen. Ja. Het heeft te maken met een houding van actieve passiviteit, zou je het kunnen zeggen. Wachten, maar ook verwachten. Ja. En daar hoort ook, hoop bij, hè? Dat het uiteindelijk goed komt, ook met deze wereld. Dat is wel mijn geloof en mijn hoop. Dat we niet over zijn geleverd aan de grillen van wat dan ook, mensen of de natuur. Ja. Maar dat er een macht is, een goede macht, waarin wij liefderijk geborgen zijn. Ja. We zijn vandaag op Nieuw Heidepark. Het is Vakarendag. We zenden uit, we hebben gesprekken met mensen, we hebben meditaties. Hoe linkt wat we vandaag doen, hoe linkt dat zich met jouw werk en met het monastieke en de spiritualiteit waar je het net over had? Nou ja, zoals je in de introductie al zei, ik ben binnen de protestantse kerk heb ik een rol, namelijk die van specialist monastiek. Naast nog andere rollen die ik vervul binnen de dienstenorganisatie van die protestantse kerk. Maar goed, dit is een belangrijk aandachtsgebied, ook voor de protestantse kerk geworden, met name de laatste jaren. En dat heeft ook wel te maken met dat men ziet binnen die protestantse kerk dat mensen niet meer vaak door, of lang niet altijd meer, door de traditionele benadering van kerk zijn geraakt worden of daar zeg maar bij betrokken zijn. Hè? En met name geldt dat ook voor jongere generaties. Ik vertelde al iets over mijn ervaringen bij de spil en hoe dertigers en veertigers geraakt worden, hè, door de stilte. Nou, dat wordt ook in de kerk herkend. En de waarde van wat er binnen die brede monastieke traditie gebeurt, die wordt onderkend. En daarom is er een functie ingericht die ik vervul. Nou, binnen dat werk ben ik met allerlei dingen bezig. Maar ook onder andere met het verbinden van allerlei anderen die ook in hetzelfde veld bezig zijn, zoals Vacare, het platform voor meditatief leven in de protestantse kerk. Wij hebben zeg maar een nauwe verbinding met elkaar en die wordt dit komende jaar nog nauwer. Vacare was de afgelopen jaren een zelfstandig bestuur, wat de Vacare-dag organiseerde en allerlei groepen in het land die zich met meditatie bezighouden, een eigen blad had. Nou, we zijn bezig dat nu te integreren in het bredere veld van monastiek. Dit komende of dit jaar. En daar hoort ook dit initiatief bij. Hè? Weet je, als hij de Vacare dag zou gehouden worden, maar dan, vanwege de coronacrisis kunnen dat soort evenementen niet doorgaan. Dus we hebben bedacht, we gaan het op een andere manier doen. We gaan het online doen. Nou ja, dit is de aftrap van dat verhaal. Dit is een voorbeeld van hoe wij proberen te inspireren. Want dat is een van de taken die ik heb in mijn rol. Mensen in het land inspireren. En dat kan op allerlei manieren. Hè. Dat kan via het blad van Vacare, maar dat kan ook op inspiratiedagen die ik organiseer.
Via een Facebookgroep, via de website van de Protestantse Kerk is er heel veel informatie te vinden. Dus inspireren is één kant en ook verbinden is, want mijn naam is, of mijn titel is ook verbindend specialist. Verbinden van allerlei mensen en initiatieven met elkaar is ook een belangrijk aspect van mijn werk. Wat heeft Vacare mensen te bieden als platform? Kun je er wat over vertellen? Ja, Vacare bestaat ruim 10 jaar al en is een platform wat vooral de waarde en de kracht van christelijke meditatie op de kaart heeft gezet in Nederland, kun je wel zeggen. Er zijn in het land ook honderden mensen actief in lokale meditatiegroepen of persoonlijk met meditatie bezig of in combinatie daarvan. En Vacare stimuleert dat, maar inspireert ook hè, met het blad wat ze hebben, meditatief leven. Nou, ook met dit soort initiatieven. Dus ja, ik denk dat Vacare echt ervoor heeft gezorgd dat iets wat eigenlijk al hele oude wortels heeft, hè, christelijke meditatie, een beetje onder het stof vandaan is gehaald en in deze tijd opnieuw voor het voetlicht wordt gebracht. Als iets wat heel krachtig kan werken. Juist ook voor mensen die op zoek zijn naar stilte, naar rust, naar verbinding met zichzelf en ook naar verbinding met God. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Ik noemde al de website van de Protestantse Kerk. Zoek maar op de thema's meditatie of monastiek en dan vind je van alles daarover. Er staan ook verwijzingen naar andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Binnenkamer die ik al noemde, of het netwerk Geestelijke Begeleiding. Er is heel veel gaande op dit terrein in Nederland. Dus ja, mer à boire. Tot slot, je hebt een tekst meegenomen die jou raakte, die jij graag wilt delen met ons allemaal. Mag ik je vragen daar wat over te vertellen en de tekst voor te lezen? Ja, het is een tekst van een gedicht, zou je kunnen zeggen, van Hein Stufkens. Het heet Het Zevenvoudige Pad van Franciscus van Assisi. En dit gedicht is eigenlijk een beetje de leidraad geworden voor de themanummers van het blad Meditatief Leven van Vacare van dit jaar. Dus daar hebben we de thema's van afgeleid. De thema's Open je hart, Dankbaar leven was het eerste thema, Duurzaam leven, Vredevol leven en licht leven. Nou, dat zullen we ook terugzien in de gesprekken in deze serie uitzendingen. Maar dit gedicht, ja, dat raakt mij al heel lang. Ik vind het een prachtig gedicht waarin eigenlijk de levenshouding van Franciscus verwoord wordt. En dat is een houding die me in ontzettend aanspreekt, maar waarvan ik denk, oh, ik heb hier nog zoveel in te leren. Dat is een levenslange leerweg, ja. Maar ik ga die weg graag. Ik lees het voor vanaf mijn telefoon. Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi. Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie. En ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft. Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters. En ik draag ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden. In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg. Vrede wens ik vriend en vijand. Niets en niemand eigen ik mij toe. Ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken. Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf. Zo geef ik gehoor aan mijn roeping. Belangeloos ga ik om met de mensen, in ieder groet ik het licht. In vreugde leef ik dit leven. Om mijn lippen zomaar een glimlach. Egbert van der Staauw, dankjewel. Graag gedaan. Welkom in deze online
Vakarenmeditatie. Ik hoop dat je een rustig plekje hebt kunnen vinden om je terug te trekken in je huis. Neem allereerst de tijd om een kaars aan te steken of een ander ritueel uit te voeren, bijvoorbeeld een buiging, om het begin van je meditatie te markeren. Neem dan in alle rust plaats op je meditatiestoel of krukje. Op deze online Vakarendag, waarbij we ons bezinnen op onze toekomst en mogelijkheden tot verbinding en samenwerking, willen we stilstaan bij de betekenis van Vakaren. Vrij zijn van, vrij zijn voor en vrij zijn tot. Dat gaan we doen middels een ademhalingsoefening. Neem dan allereerst je meditatiehouding aan. Heb contact met de aarde. Voel je ook gedragen door de aarde waarop je rust. Je rug is recht als een zuil. Niet krampachtig, maar ook niet ingezakt, want je bent alert en waakzaam. Je handen liggen open in je schoot, waarbij de duimen elkaar losjes beroeren of ze liggen open op je dijbenen. Belangrijk is dat ze open zijn, want je bent ontvankelijk en open voor wat er op je afkomt. En verbeeld je dat er een zijden draadje van je kruin naar de hemel gaat en waar nu even aan wordt getrokken. Dan gaan we nu over tot de ademhalingsoefening. Vakaren. Vrij zijn van, voor en tot. Vrij zijn van oefenen we op de uitademing. Vrij zijn van betekent dat je bevrijd bent van allerlei hinderlijke bindingen, ten diepste van je onvrije ik. Vrij zijn van alle spanningen, zorgen, plannen, heftige emoties en storende gedachtes. Sla maar eens een diepe zucht en adem flink uit. En denk dan bij elke uitademing vrij van en adem daarbij helemaal uit. Laat alles wat je hindert in je vrijheid zo van je afglijden en wegvloeien in de aarde. Doe dit een aantal keren in je eigen tempo. Vrij zijn van.
als je zo vrij bent van, kun je vrij zijn tot. Dat oefenen we op de inademing. Vrij zijn tot betekent volstromen met levensadem, om zo met je hele wezen je te verbinden aan een taak, opdracht of roeping. Besef dat die levensadem je telkens weer geschonken wordt. Zoals de schepper, de mens, de eerste levensadem inblies. Je hoeft er niets voor te doen. Laat dat besef tot je doordringen bij elke inademing. Adem diep in en laat de levensstroom je vervullen. Van top tot teen. Vrij zijn tot. Doe dit ook een aantal keren in je eigen tempo. In dat moment van rust, tussen de in- en uitademing, is er ruimte voor de stille tijd, het moment voor de weg naar binnen, voor de bron van je leven, de grond van je bestaan. Vrij zijn voor de eeuwige. Vacare Deo. Een hele oude monastieke term, vrij zijn voor God. De kloosterlingen maakten zich vrij voor God in hun bidden en werken. Vacare Deo. We laten deze dimensie van vacare als vrij zijn voor tot ons doordringen en verstillen daarbij. Trek je daarvoor terug in je eigen persoonlijke binnenkamer. Die innerlijke of heilige ruimte in jezelf, waar je God kunt ontmoeten en zijn verborgen omgang. Laat alles stil worden in jezelf.
Je kan je meditatie voor jezelf nu afsluiten met iets van een gebed in jezelf. Het kan zijn een dankzegging, een wens, een vraag die bij je leeft, een diep gekoesterd verlangen of een verzuchting. Dan sluiten we nu deze meditatie gezamenlijk af. Je kunt de kaars weer doven als je die hebt ontstoken, of een ander ritueel uitvoeren, bijvoorbeeld weer een buiging, om zo je meditatie voor jezelf af te ronden. Leuk dat je kijkt naar deze uitzending van de Protestantse Kerk en van Vacare. Als je meer informatie wilt, kijk dan op www.protestantsekerk.nl en zoek op monastiek en meditatie. Je kunt ons ook vinden op Facebook. Zoek dan op monastiek en meditatie en meld je aan bij de Facebookgroep. Na afloop van deze uitzending kun je daar je ervaring met anderen delen. Leuk dat je keek en tot ziens.